Dus daarom dat Doorsteekbrug zal ingaande woensdag 28 februari 2024 voor enkele maanden afgesloten worden voor het rijverkeer. De brug over het Saramaka-kanaal voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en zal vervangen worden door een volledig nieuwe brugconstructie met 6 rijstroken. Het verkeer zal tijdens de herbouw van de brug worden omgeleid via de Beekhuizenbrug, de zogenaamde Fabiebrug, en de Zarenbrug, die de dichtstbij gelegen alternatieven zijn. Er zullen vooraf bekendmakingsborden worden geplaatst op strategische locaties, waaronder de omgeving Zwarte Hoornbrugstraat Molenpad, van het Hogerustraat Rotonde Poelenpantje, Latour en Elkaarweg, de J.A. Weidenbosbrug vanuit Kommerwijnen, om de gemeenschap tijdig te attenderen. Het kruispunt met de Slangenhoutstraat zal vanaf woensdag 28 februari 2024 heringericht worden met fysieke afbakeringen om het omgeleide verkeer vlotter te laten bewegen. De belangrijkste verandering is dat de verkeerslichten buiten werking zullen worden gesteld. De omleiding via de Beekhuizenbrug, dat is het primair alternatief, wordt middels verkeersborden langs de betreffende wegen aangegeven. Verkeer vanuit het zuiden naar het noorden, vanuit de MLK-weg, zogenaamde Martin Luther King-weg, rechtsaf in de Aitkanti-weg, Pandi-Paltantewari-weg en linksaf in de Sir Winston Churchill-weg, over de Beekhuizenbrug, de Slangenhoutstraat tot aan de Van het Hogerustraat. Verkeer komen vanuit het noorden naar het zuiden, vanuit de Van het Hogerustraat linksaf richting de Slangenhoutstraat, Sir Winston Churchillweg, over de Beekhuizenbrug, rechtsaf in de Paltantewariweg, de Aitkantiweg, Latourweg tot aan de Amelkaweg. Verkeer komen vanuit de Beekhuizenbrug, Sir Winston Churchillweg, heeft ten alle tijde voorrang om de Van het Hogerustraat te betreden, ook in alle richtingen. Verkeer komen vanuit het noorden op de Van het Hogerustraat heeft de alle tijden voorrang om linksaf richting de Beekhuizenbrug te gaan. Verkeer op de Van het Hogerustraat komen vanuit het noorden is verboden rechtsaf te slaan in de Slangenhoutstraat. Verkeer op de Van het Hogerustraat komen vanuit het zuiden is verboden rechtsaf te slaan richting de Beekhuizenbrug, Sir Winston Churchillweg. Verkeer vanuit de Slangenhoutstraat is verplicht linksaf te slaan op de Van het Hogerustraat. Rechtdoor en rechtsaf zijn verboden. Indien u als gebruiker voor de omleiding via de Beekhuizenbrug kiest, gebruik dan de Van het Hogerustraat richting het zuiden om de brug te bereiken. Indien u als gebruiker voor de omleiding via de Zarenbrug kiest, gebruik dan de route Calcuttastraat, Slangenhoutstraat richting het zuiden om de brug te bereiken. Aan alle weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met het bovenstaande bij het bepalen van de reisroute. Tijdens de spitsuren worden langere reistijden verwacht in de desbetreffende omgeving en gedurende de periode van de herbouw. Burgers, wij rekenen op uw medewerking. Veiligheid en zaak van u en de politie.